We zijn in de Tollenstraat in Culemborg en we staan voor een historisch pand. Historisch in de zin van een groot familiebedrijf. Drie generaties Verhalle. En dan hebben we het over banketbakkerij Verhalle. Tot 2015, want toen werd het overgenomen door twee jonge ondernemers. Ze zijn ook sinds een aantal jaren zijn ze hofleverancier. En daar bestaat wat verwarring om. Wat betekent nou dat hofleverancier zijn? Betekent dat dat ze met een autootje naar Drakenstein gaan? Of naar Wassenaar? Of naar Den Haag? Dat ga ik zo meteen allemaal vragen. Laten we naar binnen gaan. Behalve chocolaterie, bonbons, andere zaken die jullie verkopen. Heb ik gelezen dat jullie ook klein brood verkopen? Nee, klein brood verkopen we niet meer sinds 1 januari. Want we hebben ons eigenlijk gespecialiseerd in het andere lekkere gebak. De chocolaatjes, koekjes en natuurlijk gewoon de tompoezen. Wel hebben we nog wel gewoon de saucijzenbroodjes en de worstenbroodjes, dat wel. Maar geen witte bolletjes, bruine bolletjes of krentenbollen, dat doen we niet meer. Achter je, daar hangt een hele mooie plakkaat, hofleverancier. Anouk, weet jij toevallig waarvoor je die gekregen hebt? Die hebben we gekregen omdat we 100 jaar bestaan. En die hebben we al sinds de vorige eigenaren. En dat betekent eigenlijk gewoon dat je 100 jaar lang een goed bedrijf leidt, zeg maar. Dus nooit geen problemen gehad hebt en inderdaad zo lang bestaat. En dan kan je ervoor in aanmerking komen. Het woordje hofleverancier. Wat is het nou zo dat jullie leveren aan het hof? Alexander schijnt een zoete kou te zijn. Nee, voor zover ik weet niet. Maar wij leveren niet aan het hof, in principe. Dat zal vanuit vroeger uit wel zo zijn. En daarom zal het nog steeds hofleverancier heten. Alleen, ja, er zijn tegenwoordig volgens mij ruim 500 bedrijven hofleverancier. Ja, dat is voor hen ook een beetje moeilijk om van 500 bedrijven natuurlijk te leven. Nou, ik weet dus wel, ik kom origine uit Amsterdam. En daar had je een heel grote winkelketen. En die heette De Gruiter. Ook misschien wel eens van gehoord. En die is ook hofleverancier, of was hofleverancier. Maar die leverde wel aan het hof. Maar als wij iedere dag tompoezen naar Amsterdam moeten brengen, dan het zou niet de bedoeling zijn. Afgelopen zaterdag zijn jullie, mag ik zeggen, gewoon een heropening gehouden. Want jullie hebben verbouwd. Wat is er allemaal gebeurd? Alles. We hebben het eerst helemaal gestript. Dus het plafond eruit en de muren weer zijn eigenlijk eruit gehaald. Dus we netjes betimmerd. De vloer is gelegd. We hebben nieuwe toonbanken, vitrines. En eigenlijk is alles gewoon nieuw. En valt het de mensen op? Ja, het valt wel op, ja. Ja. Ja, maar het andere zat er 38 jaar in. Dus het was hartstikke mooi onderhouden. Maar het was tijd voor iets fris, iets nieuws. En is het nu ook sneller werken? Kun je nu ook makkelijk alles vinden ten opzichte van het oude interieur? Ja, op zich wel. Ja, eigenlijk wel. Naast chocolade en andere lekkere gebakjes is Verhalle ook zeer populair, mag ik wel benadrukken, zeer populair met de tompoezen. Vertel, Kevin. Ja, de tompoezen. Zoals je ziet, ze gaan eigenlijk het hele land door. Overal waar dat er een stipje zit, daar worden ze gegeten. Dus we kunnen wel zeggen dat we door het hele land heen zitten met één verkooppunt. We staan nu in het hart van het bedrijf. De bitterkoekjes die liggen in de oven. Dat zeg je goed, hè? Liggen in de oven. En jongen, pas verbouwd. Maar de oude eigenaren, de oude Verhallen, zijn die langs geweest? Ja, die zijn zeker langs geweest. Ja, die waren ook erg enthousiast over het nieuwe resultaat. Ja.